kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, ik ben op bezoek. We zijn bij Royal Torarica en hebben een heel bijzondere gast. Het is mij een eer om vandaag in gesprek te gaan met de heer Roy Martina. En ik kan u zeggen, voordat hij naar Suriname kwam, is er al heel veel over hem gezegd en geschreven. Dat wil zeggen, Suriname kent u al. Schijnbaar, ja. Mag ik u welkom heten in gesprek met. Dankjewel. Meneer Martina, is het uw eerste keer in Suriname? Nee, de vierde keer. De vierde keer. Ja, ja, ja. En hoe komt het? U sloop de andere keren binnen? Dat we niet wisten dat u er was? Nou, de allereerste keer studeerde ik nog medicijnen. Oh. En heb ik mijn stage psychiatrie in Suriname gedaan. Echt waar? De tweede keer was ik verliefd op Miss Suriname. Toen ben ik hier gekomen. En de derde keer was om, ik weet niet hoe je dat noemt, een wassing te doen enzovoorts. En nu ben ik officieel. Oké. Maar hoe is het afgelopen met die verliefdheid? Gebroken hart. You know the story. Oké, nu bent u officieel hier. Mm-hmm, waarom? Yeah. Waarom bent u hier? Nou, het is, weet je, soms in het leven word je geroepen. Mm. Net zoals toen ik een praktijk had op mijn geboorte-eiland Curaçao. En op een gegeven moment riep Los Angeles me. Los Angeles, don't ask me why. En in mijn leven heb ik geleerd om dat te vertrouwen. Het is niet altijd een makkelijke stap, want ik had een praktijk, goedlopende praktijk. Dus die heb ik opgegeven en zonder iemand te kennen ben ik naar Los Angeles gedaan. En het was een total makeover of my life. Mm. Dus met die ervaring, als ik geroepen word, ik stribbel niet meer tegen, nee, ik ga gewoon. En dan gebeurden gewoon dingen. Dus de rest komt gewoon in beweging. Ik kende een goede vriendin van mij, Filomena Bijlau, die werd helemaal enthousiast. Mm. En die zei, laten we dit doen en dat doen. Dus het is eigenlijk, ik kon dit keer niet naar binnen sluipen. Nee, nu hebben we u te pakken. Ja. En, u heeft aangegeven, u was in Suriname om stage te lopen. Ja, psychiatrie. En waar? In het ziekenhuis hier. In het ziekenhuis, oké. In de afdeling psychiatrie, ja. Dus wie is Roy Martina? Is hij arts? Is hij heler? Is hij genezer? Wie is hij? Dat is een vraag die ik me heel lang afstel. Want ik ben nog in wording. Ik ben nog, zeg maar, ik ben nu 66 en ben nog steeds aan het ontdekken van wat het is dat ik zoekende ben. En je wordt elke keer meegenomen. Ik ben meegenomen door acupunctuur, dan weet je wel, door fitness, karate enzovoort. Dus ik heb niet zoveel een specifiek doel. Ik identificeer me niet met arts zijn. Want ik doe heel veel dingen. Ik help entrepreneurs om succesvol te zijn. Mm. Ik heb heel veel sporters kampioen gemaakt tot wereldkampioen toe. Dus ik zie mezelf als een business coach voor één gedeelte. Maar waar ik het meeste plezier van krijg is de liefde. Oh. Als ik dus, ik heb nu me voorgenomen om de beste echtgenoot te worden ever on this planet. Oh my And God. That's hard work. Ik ben nee, mevrouw Martina. Nee, maar dat is heel mooi. Yeah, yeah, yeah. Maar als ik zo naar u luister, en u zegt gewoon zo tussen neus en lippen door, u bent 66. U lijkt op 56 of jonger. What's the secret? Nou, natuurlijk door de holistische geneeskunde leer je enorm veel dingen. En mijn belangrijkste wat ik heb geleerd is het loslaat. Heel veel mensen die lijken ontspannen aan de buitenkant, maar hebben hoge bloeddruk aan de binnenkant. Aha. Dus loslaten is niet dat je niet aan de buitenkant stress hebt. Het is een interne vrede in jezelf vinden. Mm-hmm. Hoe gek het ook wordt, dat je steeds terugkeert naar die vrede. En hoe beter je dat dus doet, hoe meer je komt in, ik noem het liefde, maar het is het zijn. Liefde voor mij is dankbaarheid. Het is mensen respecteren. Het is integriteit. Het is, weet je, geven. En sinds ik dat heb ontdekt, eerst in mijn huwelijk, wordt het makkelijker en makkelijker. En wat je dus ook merkt, dat je meer gaat stralen, je hebt meer energie. Dus ik zeg altijd, ik leef op de energie van liefde. En tegelijkertijd is alles al. Je kan alles manifesteren wat je wil, als je gewoon het laat stromen via jou. Dat je durft te geven zonder bang te zijn dat er niks terugkomt. Ja. Want de meeste mensen leven in schaarste. Mm-hmm. Dus die geven wel, maar verwachten iets terug. Maar op het moment je onvoorwaardelijk geeft, dan
Ja, dus toen viel me in, mevrouw, wil je wat doen? Sure, why not? Yes, let's why not? En die gaat een masterclass verzorgen. Mind, wat is dat? Succes? Ja, dus de... Het gaat erop, van mindshift. Naar mindshift. Juist. Hoe doen we dat? Van mindset dus naar mindshift. Heel veel mensen zijn niet wakker. Mijn missie is om eerst mensen te helpen ontwaken. De eerste stap is om na te gaan denken, wie ben je echt? Mensen zeggen, ik ben een mens, ik ben dit, ik ben dat. Maar dat is absoluut niet waar. Wij zijn onsterfelijke wezens die hier gekomen zijn om een ervaring te doen in wat we noemen dualiteit, polariteit. Waar pijn en lijden is, waar je jong begint en dan later leven kun je weer aftakelen. Mm. Dus wij leren door plezier en pijn. Maar uiteindelijk wanneer het over is en je terugkijkt naar je leven, dan is de vraag van, ben je tevreden? Ben je tevreden met jezelf, dat je alles hebt gegeven dat je hebt? Heb je pijnen kunnen overkomen? Net zoals je vroeg over relatie. Ja, ik ben een meester in hoe het niet werkt, over het algemeen in relatie. Ja, ja. Dus toen ik voor de tweede keer trouwde, zei ik, dit wordt mijn belangrijkste focus. Ik wil echt nu dat ik gelukkig ben in een relatie, mijn vrouw gelukkig is in een relatie. Dus het is gewoon steeds zoeken naar doelen die jou dichter bij jezelf brengen, wat ik noem de beste versie van jezelf. Mm. En wanneer je daar komt, dan is er geen beperking. Elke droom is mogelijk. Je leeft niet van angst en beperking. Is het een makkelijke weg om daar te komen? Makkelijk. Leven is niet bedoeld om makkelijk te zijn. Leven is bedoeld dat het de moeite waard is. Dus, en die uitdagingen die we krijgen maken ons sterker. Mm-hmm. Of je raakt op slot. Dus je raakt gefrustreerd. Je bent boos. Je ziet heel vaak boze mensen. Mm-hmm. En die zijn gewoon vastgelopen in hun eigen pijn en weten de oplossing niet. En als arts heb ik geleerd dat wanneer wij het diepste conflict kunnen oplossen, en vaak is dat vergeving. Want als je, Gandhi die zei het heel, heel mooi, als je iemand niet vergeeft, is hetzelfde als je dodelijk vergif neemt en hoopt dat die ander doodgaat. Mm. Nou, dus dat werkt dus niet. We moeten leren loslaten en doorgaan. En het mooiste heb ik geleerd was van een Franse vrouw, die werd 123 jaar en 84 dagen. En wat ik van haar heb geleerd na de studie, ze is een meester in het loslaten. Mm. En dat werd ook in mijn praktijk, werd dat het thema. Als iemand ziek wordt, wat kan je niet loslaten? Waar loop je vast? Heel veel mensen denken dat het lichaam gescheiden is van de rest. Maar het lichaam is een soort communicatiekanaal voor jezelf. Mm-hmm. Dus elke ziekte heeft weer een betekenis. Mm. En wat ik geweldig vind, is vooral de jongeren nu. Die hebben zo alles nog voor zich. Ik moest al die fouten maken. Ja, ja. Maar ik kan het nu doorgeven. Maar ook in ondernemingen, in bedrijven. Dat wanneer het bedrijf, wanneer de leider in het bedrijf niet zijn mensen inspireert. Mm-hmm. Een visionair is en ze niet meetrekt in een team. Dan functioneert het bedrijf niet. Dus mijn slogan is, happy people do more. Mm-hmm. Weet je, want je wil geven. Als je jezelf goed voelt, dan wil je gewoon geven. Absoluut, absoluut. Ja. En u geeft aan, want ik zie hier, falen bestaat niet. Nee. Een heel artikel aan u gewerkt. Maar ik neem aan dat u daar al gewoon bent. Maar u zegt, falen bestaat nee, niet. Nee, falen bestaat niet. Ik heb falen vervangen met leerervaring. Dus, en sommige leerervaringen zijn intens, laten we even. Maar het is als een leerervaring. Maar de betekenis die jij geeft aan die ervaring bepaalt alles. Ja. Dus stel je nu voor dat ik na mijn eerste huwelijk zou zeggen, ja, huwelijk is niks meer voor mij, ik stop ermee. Mm-hmm. Of geef ik de betekenis van, ja, ik was nog niet klaar, ik snapte het nog niet. Ik snapte niet hoe een ander te laten stralen. Ik snapte toen nog niet dat als ik alles eraan doe dat die ander straalt, dat dat terug naar mij straalt. Ik was daar voor mezelf, weet je wel. En, mm-hmm. en dat is ook continu de strijd tussen ego en je hogere zelf. Het ego leidt pijn. Mm-hmm. Dus alles wat ik meemaak dat pijnlijk was, leer ik er iets goeds van te maken en is het een les. En dan groei je. Maar als het geen les is of het heeft een pijnlijke eindpaar, dan blijf je steken in het verleden. Dan word je opnieuw getriggerd, continu herinnerd aan wat niet is gelukt. Dus in het leven moet men leren om steeds verder te gaan ja. en leren uit wat er is gebeurd. Ja, absoluut. Dus hoe ik er naar kijk, en ik respecteer elke mening, maar ik heb heel veel onderzoek gedaan. En ik ben achter heel veel dingen gekomen. Mm-hmm. En ziekte wordt gecreëerd door onverwerkte conflicten. Oh. Dus en elk deel van het lichaam, elk orgaan, elk
gewricht heeft een andere betekenis. Dus als iemand last van zijn knieën heeft, dan doen ze het weer op wilskracht. Als iemand lage rugpijn heeft, dan is het vaak gewoon, er zit een woede dat niet verwerkt is geworden. En zo heb ik leren lezen wat ziekte dus vertelt. Dat was hoe ik ben begonnen. En dan was mijn grote wens is natuurlijk, ik kan in de praktijk blijven. En dan ben ik een druppeltje op een hete plaat. Of ik kan naar buiten gaan en mensen wakker maken en daardoor preventie te doen. Mm-hmm. En mensen te leren om zeg maar goed te blijven stralen en daardoor niet ziek te worden. Hoe je problemen op te lossen. Hoe te kijken naar deze uitdaging. Dat verandert natuurlijk alles. Helemaal. Maar dat brengt ons ook meteen op. Wat gaat u hier onderzoeken in Suriname nu? Oké, ik... ik heb heel lang gezocht naar iets om zeg maar een revolutie te ontketenen op de wereld. Mm. En het is een strategisch spel. Yes. Dus waar ik tegenaan box als arts is de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie bepaalt in feite hoe de artsen worden opgevoed. Dus de artsen zijn, die willen mensen helpen. Maar ze worden heel beperkt in hun denken. Mm-hmm. Zij hebben leren denken dat voor alles een chemisch medicijn moet zijn. En ik weet als holistisch dat het niet waar is. Dat je mind is het allerbelangrijkste. Maar heel veel mensen zijn te lui om direct met de mind te beginnen. Dus ik zocht naar een tussenweg. Van iets wat je mensen kan geven, dat bewezen is. En dan heb je meer kans om aan de mind te werken. Ja. En ik dacht, wat zou de meest interessante ziekte zijn? En toen kwam ik toevallig eerst op hartziekte. Dat is dus heel belangrijk. En ben je zo gekoppeld met hoge bloeddruk. Mm. En nu in deze tijd veel meer diabetes. Ja. Diabetes is een van de grootste problemen die we hebben. Maar heel veel mensen zijn prediabetes. Dat wil zeggen, ze hebben nog geen diabetes. Maar als ze doorgaan te doen wat ze doen, komt het vanzelf. Ik denk dat ik één van ze ben. En ik weet dat Suriname het rijkste land is ter wereld. Mm. Rijk aan wat er leeft in ik noem de jungle, de binnenlanden. Yes. En dan is plan 1 is natuurlijk het vinden van het middel. Het zij voor diabetes en voor hartvaatziektes. Het zij voor hoge bloeddruk. Ik weet het er is. Is gewoon aan me doorgeven ook. En het tweede is natuurlijk, de Amazone is heel hard aan het verdwijnen. Yes. En wat is beter om aan de wereld te laten weten dat we het nodig hebben? Kijk, mensen praten over groen, maar dit is nog groener dan groen. Want die geeft dus iets terug aan de wereld. Daardoor moeten we de Amazone beschermen. En dat praat niet alleen over Suriname. Het gaat, we willen tegenhouden dat Brazilië dus verder naar boven komt met het verwoesten van de Amazone. En dan natuurlijk banen is natuurlijk prima. Maar ook hier in Suriname de mensen wakker maken voor hun rijkdom. En dat er zoveel is, maar de meeste mensen zijn niet alleen hier, hoor, zoveel we zijn gewoon in een comfortzone. Ja. En hier, dit is een van de, echt waar, ik weet dat Suriname een van de rijkste landen ter wereld is, als het maar goed weten te managen. Ja. En dus, ik weet niet of ik daarin zal slagen, maar ik ben een idealist. I'll die trying. Oh yes, me too. want we hebben eigenlijk dus een apotheek daar. De grootste apotheek ter wereld. En we beseffen het niet. Nee, we beseffen het absoluut niet. En ik weet dat in Suriname veel mensen al kruiden gebruiken. Mm. Maar het is allemaal, weet je wel, nog zo klein. Terwijl we hebben hier echt de apotheek voor de wereld. Yes. En ik wil gewoon beginnen simpel. Mm-hmm. Niet direct met 100 kruiden. Laten we beginnen, ik noem even iets, hart- en vaatziekten of diabetes te genezen. Dan is de hele wereld die komt in je tuin zoeken. Absoluut. En het is toch mooi dat Suriname daar aan de basis van kan zijn. Ja, absoluut. Zeker wel, weten. Hoe lang zal uw journey hier duren? Nou, dit is mijn eerste verkenningstocht. En dus morgen begin ik met vasten. Dus niet eten, niet drinken. Dat ik in de juiste trance kom. Mm-hmm. Want het is een zoektocht waarbij je geleid wordt. Het is niet een zoektocht waarbij je het weet. Mm-hmm. En natuurlijk zullen mensen zijn die dingen weten. Ben ik absoluut bereid om daarnaar te luisteren. Maar ik weet het nog, verborgen schatten zijn in de jungle. Als ik het durfde, zou ik nog een keer geblinddoek doen. Om helemaal af te stemmen op jouw intuïtie. Want het is dat roept mij. Dus noem het maar, de binnenlanden roepen mij. Dus ik heb dat gewoon gevolgd. En ik vertrouw er 100% op dat er iets gaat voortkomen uit dit bezoek. Als ik zo naar u luister,
vertrouw ik het ook. Maar de masterclass, wat kan men verwachten? Want het is één dag, een paar uurtjes. Ik denk dat men u hier zal willen houden. Ja, nou, ik heb een geheim. Vertel. Kijk, het gaat niet om informatie. We zeggen wetenschap is weten op de schap. Daar heb je niks aan. Als je een boek leest, is wetenschap. Ja. Zet je boek natuurlijk op de schap. Het gaat om praktische tools. Okay. Het gaat dat jij... Ik kan heel veel vertellen of ik kan je tools geven. En dan heb je na de masterclass heb je, zeg maar, een gedeelte van de mensen die gaan die tools gebruiken. En met die tools garandeer ik je, als je dat 100 dagen doet, ontstaat een verandering van je mindset naar mindshift. Dat is stap 1, dus tools. Ik doe ook met de groep een geleide meditatie. Dat noemen we tegenwoordig een brain training, die ze meekrijgen. Dus in feite mogen ze dat opnemen. En daar kunnen ze zelfs gedurende de nacht naar luisteren. Dus je gaat ermee door. Als ik wegga, begint het pas. Maar het is niet kennis die ik overdraag. Ik laat je eerst zien het beperkt denken die we al hebben. Ik ga mensen uitleggen vanuit de kwantumwetenschap dat alles mogelijk is. En dan is de vraag, wat wil je? En dan komt de volgende vraag, wie wil je dan zijn? Wie word je dan? Want heel veel mensen willen hebben. Geef me maar heel veel geld, mooie huis en dat soort dingen. Maar dat is goed voor het ego. Niks mis mee. Dat is het ego gedeelte. Ja, ja. En het ego is wat ons afleidt, verleidt en omleidt. Dat is het, en waar we naartoe willen is onze grootsheid. En in die grootsheid leren wij dat ego voor ons te laten werken in plaats dat wij voor het ego werken. Nou, dus dat is zeg maar bijna alle theorie die we nodig hebben. Dat je kan, alles wat je kan bedenken bestaat al. En dan laat ik zien hoe dat in elkaar zit. Hoe ik dingen creëer in mijn leven. En de belangrijkste woord is moeiteloosheid. Als je moet forceren, is het niet oké. Okay. Dus stel je voor, iemand die surft op water met zo'n board surfen. Wat doe je? Je peddelt naar buiten en dan wacht je ontspannen tot die golf komt. Je blijft niet peddelen. De meeste mensen blijven peddelen. Nummer 1 moet je op het goede water zijn. Zou je? Je moet niet op een binnenlandse rivier zitten. Je moet weten de juiste vijver, de juiste moment. En dan ben je ontspannen. En wanneer die golf komt, moet je de vaardigheden hebben om met die golf mee te reizen. Dus ik doe heel veel, maar het is moeiteloos. Ik forceer me niet. In het Engels zeggen we power and force. De meeste mensen neigen naar forceren, hard werken, doorgaan, afzien. Weet je, ik ga voor mijn succes. Power is, succes komt naar je toe. Je rent het niet achterna. Maar het begint hier, want hier, wat de meeste mensen ook niet weten, is dat wij uitzenden. De eerste vraag, zend je uit op de juiste zender? Ja, als je uitzendt, je bent boos, dan krijg je meer dingen om boos te zijn. Precies. Zend je uit op de dankbaarheidszender? En je weet hoe dankbaar te zijn, want er zijn verschillende manieren om dankbaar te zijn. Dan zit je op een frequentie en dan krijg je, Dan krijg je meer dingen om dankbaar voor te zijn. En hoe meer je dat beheerst, hoe meer het gaat groeien. En dat is een fascinerend spel. En het is leuk om te zien wanneer je het ook aan een kind leert. Dat de kinderen die snappen het gelijk. Ja. Maar iedereen maakt een kans. En ik werk in Nederland heel veel met bedrijven en die sturen heel vaak heel veel mensen ook naar mijn trainingen. Omdat ze zien wanneer die mensen terugkomen, die zijn enthousiast. Want zij zien het bedrijf als een deel van hen nu. Zij zien niet, mensen die werken just for a job, die gaan soms met weerstand naar hun werk. Ja. Maar wanneer je dankbaar bent dat je een job hebt en je daar je passie in kan vinden, dan straalt het uit en dan gaat het bedrijf ook vele malen beter groeien. Als ik zo naar u luister, dan moeten eigenlijk meer de directeur en de managers naar de training die komen. Die moeten ook komen. Want die kunnen dan dat uitstralen naar de medewerkers. Die moeten de leiders worden. Juist. En een manager die managed. Ja. Nee, je moet inspireren. Je moet het beste eruit halen. Je moet een sfeer creëren waar de mensen blij naar hun werk komen. Dat zij het gevoel hebben, ik draag bij in een missie. Dit is groter dan mezelf. En het is niet just a job. Dan is die energie weg. Die mensen die voelen zich niet prettig. Yes. Die blijven makkelijk thuis als het tegen zit. Maar als je straal naar je werk gaat, dan wil je. Ze doen er alles voor. Ja, absoluut. Het is ons bedrijf. Exactly. Het is niet wij hier en hij daar. Ja, precies. Maar het is ons. En dat gevoel is de leider die het ook aan zijn mensen moet uitdragen. Ze ook moet inspireren en dat soort dingen. Ja. Ja. Okay. En ik zei u al, heel artikel. En hier staat, dat inzicht kan heler Roy Martina geven. Bent u een heler?
Nou, je zegt, wat heel, oneness, uh-huh. één zijn. Uh-huh. Heler is niet iets vaags. Heler is in feite de balans vinden tussen het ego en wie je zelf bent. Uh-huh. De grootste probleem waar we mee zitten is, daar zit een disbalans tussen. Uh-huh. Het ego is wilskracht. Het ego wil zich onderscheiden van de ander. Het ego wil belangrijk zijn. Mm. Het ego leidt. Het ego zegt, zie mij hoe geweldig ik ben. Noem me op. En dat soort dingen. Dus we zijn niet één. Mm. We zijn niet heel. Ah. Dus het is een andere betekenis van heler dan ik handen opleg en ja, dan mensen, daar staat te doen. Dat doe ik niet. Daar ben ik te duur voor. Dat doe ik niet. Nee, dat doet u niet. U werkt met the mind. The mind. Dat en, is en, voor u het belangrijkste. Ja, het... Ik ben, laat me een paar voorbeelden geven. Je kent misschien het boek Rich Dad and Poor Dad, heb je ooit van gehoord? Dat gaat over iemand die, zijn vader is de poor dad, en hij ontmoet iemand die is een geweldige ondernemer, en dat wordt zijn rich dad. Mm-hmm. En dan leert hij dus van de rich dad echt over geld in de wereld, en hij is multimiljonair geworden. Hij leert dat door aan anderen. Ego. Ja, precies. En mm-hmm. mijn vader was een hardwerkende politieagent. Toen ging ik mijn zesde jaar naar judo en dat werd mijn tweede waarde. Die zei tegen mij, je kan het, je bent de kampioen, ik geloof in jou. Dat is voor mij mijn succes, dat er iemand was die in mij geloofde. En dat wil ik teruggeven aan de wereld. Dat, weet je wel, dus ik ben dan zoals de tweede waarde die zegt, je kan het. Yes. Ik geloof in je, ik weet het in jou. Mm-hmm. Meer is dan je tot nu toe weet. En dat wil ik ontwaken, dat wil ik weer wakker maken. En dat is wat ik... wil meegeven, dat ik wanneer de dag komt dat ik de planeet verlaat, maar dat duurt nog heel lang, dan, dan wil ik terugkijken meer hoeveel heb ik kunnen geven, hoeveel mensen heb ik kunnen ontwaken. En dat doe ik over heel de wereld. In China, Amerika, Europa. En nu ben ik ook aan het leren livestreamen, want ik kan de vraag niet aan. Want als ik de beste echtgenoot wil zijn in de wereld, kan ik niet continu weg zijn. Dus ik ben heel veel livestreams aan het doen. Dus ook hier in Suriname kan men me altijd volgen via livestream. Okay. En heel veel dingen doen we gratis, want het is een manier van geven. Dus je hoeft niet voor alles te betalen. En op die manier blijven we dus groeien en daar kunnen we ons blijven ontwikkelen. Maar als ik zo naar die kijk en luister, dan heb ik het gevoel dat het delen van kennis of andere mensen verrijken u helemaal goed doet. Het verrijkt mij. Het verrijkt je. En het geheim is, dat is heel mensen dus niet weten, is dat het ego is ik. Yes. Dus het ego zegt, ik ben hier, jij bent daar. Uh-huh. Jouw ziel, jouw eigen zelf, is wij. Dus als ik iets geef aan iemand anders, geef ik het aan mezelf. Ook als die ander niks teruggeeft. Dus het, zeg maar, de rijkdom zit er weer niet in wat je ontvangt, maar wat je kan geven onvoorwaardelijk. En dat is voor mij mijn grootste rijkdom, dat ik kan geven. Volgen politici uw training? Ik hoop het. Want ik denk dat het echt een boodschap is voor hun. Ja, ik denk hoe meer ze geven, hoe meer ze ontvangen. Absoluut. En voor mijn vrouw is nu begonnen. Mijn vrouw heet Joy. Ja. Ik heet Roy en Joy. We ontmoeten elkaar in Oi. Dat is onze eerste ontmoeting. En ik vroeg haar vorig jaar, wat wil je echt met je leven? Mm-hmm. En toen zei ze tegen me, wat ik wil levert geen geld op. Ik zei, oké, wat is het dan? Ik wil teruggeven aan kinderen. Ik zeg, vind je het erg als ik verdien voor ons tweeën? Want dan kan jij geven aan de wereld. Dus we zijn nu net verhuisd voor 6 maanden naar Oostenrijk. Daar komt ze vandaan. En daar gaat ze op scholen, gaat ze kinderen leren. Emotionele intelligentie, eigenwaarde, zelfwaarde. Maar ook van het systeem dat ik heb ontwikkeld. Van hoe verwerk je emoties? Mm-hmm. Hoe los je conflicten op? Als we dat aan kinderen kunnen geven. En dit doen we belangeloos. Ik zou dolgraag haar willen mee naar Suriname hier ook op school gaan geven. Want we hoeven er niks voor terug te hebben. En kinderen vanaf hoe oud? Vanaf kleuterklas. Kleuterklas. Ja, ja. Leren we ze zingen en hun emoties verwerken. En we leren ze visualiseren. Want dat is een van de grootste geheimen die in ons verborgen zit. Mm-hmm. Ik ben wereldkampioen geworden door visualiseren. Mm-hmm. Ik bereik alles door visualiseren. Als je maar weet hoe. Ik heb honderden, misschien duizenden mensen genezen, niet eens direct 1-op-1, maar via visualisatietrainingen, kanker en noem maar op. Ik heb meer mensen genezen door mijn audiotrainingen dan ik zelf. Mm. En dan leer je ze hoe de toekomst te zien die jij wilt.
En hoe breng je die toekomst naar je toe? En het maakt niet uit of je geld wilt of een relatie wilt of dat je wil genezen. Maar het moet eerst hier beginnen. En je hoeft het niet eens te geloven als je het maar doet. Want de hersenen die reageren op je beelden. Mm. En je onbewuste dus ook. En dan ga je het uitzenden en dan komt de law of attraction die komt. Mm. En dan komt het naar je toe op allerlei manieren. En de basis is dat mensen bereid moeten zijn om los te laten. Ja, ja, dus je moet het verleden loslaten om het nieuwe te creëren. Ja. Zolang je in het verleden blijft vastzitten, is er geen ruimte. Ik zeg altijd, als je je klerenkast niet opruimt en alle oude dingen eruit haalt, dan ben je in het stagneren, maar ook in je huis. Als je zoveel dingen verzamelt en geen ruimte maakt voor het nieuwe, stagneert de energie. Ja. De Chinezen snappen, die hebben Feng Shui ontwikkeld. Mm-hmm. En dan zorgt de energie de stroom. Maar ook als je wilt creëren, moet je plaats maken voor het nieuwe. En dus loslaten is dus heel veel. Emotioneel, je overtuigingen loslaten, maar ook, ik noem het rotzooi, dingen die gewoon... Die moeten weg. Ja, die moeten allemaal weg. Ja, ja. En dat is precies, je huis is net als je leven. Absoluut. Alle rommel. Ja, absoluut. Rommel weg. Dus je gaat na de lezing ga je terug naar huis. Naar de ga je kijken, oké, waar heb ik dingen? Helemaal. Waar stroomt het niet? Mm-hmm. Opruimen, opruimen. En dan ontstaat de ruimte voor het nieuwe om binnen te stromen. Ik neem dat helemaal mee. Oké. Nou, meneer Martina, ik zei het al aan het begin. Het is waar genoegen om met u te praten. Ik zou uren door kunnen gaan. Maar dan maai ik alle gras voor uw voeten weg voor de masterclass. Maar ik denk dat de mensen heel veel zullen meenemen. Ja, het zijn absoluut. Drie uurtjes maar. Ja, ja, het zullen drie geweldige uren absoluut. Worden van en hun het leven. Het is levensveranderd. Want je neemt niet alleen de kennis mee, maar je neemt de toolbox mee. Mm-hmm. En de meditatie waar je gewoon door kan gaan. En uiteraard kom ik terug. Maar dan wil ik wel zien dat jullie het hebben gebruikt. Absoluut, absoluut. Absoluut. Maar hoe merkt u dat? Nou, ik doe heel veel onderzoek. Dus ik heb bijvoorbeeld op Facebook een hele groep die... En dan creëren we challenges voor 100 dagen. Ah. En dan zie je wat in die 100 dagen gebeurt. Mensen echt zeggen, nou, dit is veranderd, dit is veranderd. Dus we hebben het al uitgetest. Het werkt gewoon. Het Het is niet eens geloven. Het is meer doen. En weten wat je moet doen, hoe je het moet doen. En dan gebeurt het gewoon. Dus je kan het uittesten. Je mag sceptisch zijn. Je mag cynisch zijn. Maakt me niet uit. Ja. Waarom gebeuren er zoveel nare dingen in de wereld als er iemand is die zulke mooie dingen, eigenlijk oplossingen brengt? Maar mag ik u heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. En u heel veel succes toewensen. Dank je voor mij te ontvangen. Hopelijk spreken we u na uw onderzoek voordat u weggaat. Dat is zo fijn. Dat u ons komt vertellen als het gelukt is. Dankjewel. Yes? Super. Dank u wel. Kijkers, dat was het heel inspirerend gesprek dat ik heb gehad met de heer Roy Martina. U heeft het gehoord. Met z'n allen gaan we loslaten. We gaan rommel opruimen, zodat we een geweldig leven kunnen hebben. En vooral niet meer ziek zullen zijn. Ik ga het proberen hoor. Ik ga het volgen. En ik hoop dat u dat ook doet. Nou, maar u gaat niet weg, want straks zijn we er met een ander onderwerp in gesprek met. Goeiedag.